Hoi. Hallo allemaal. En welkom bij week 38 weer. 38. En ja, sjaaltje om, dikke truien aan. Het is vandaag koud. Nou, het is fris. Echt koud, ja, fris. We gaan zo fietsen. Waar zijn we dan? We zijn, eventjes zo. Kom, draai even mee. Gaan we rond te lopen. Hoppatee. Hoppatee. Camperplek in Ladenburg. Peter gaat de komende week weer even een beetje hobbyen, dus het houdt mij niet op. En het is hier best wel druk. En we hoorden van de buren dat Heidelberg, waar we vorige week stonden, die staat helemaal vol. Maar we zijn hier al eerder geweest. Ik vind het hier zalig. Maar daar gaan we het straks aan het eind van de video over hebben hoe het hier is. Maar dat dorpje laten zien. Precies. Maar we gaan eerst eventjes alle nieuwe abonnees welkom heten. Oh jongens, deze week het liep gewoon... Nou storm. Maar leuk dat jullie erbij zijn. Leuk dat jullie naar ons kijken. En super bedankt voor het abonneren. En heb jij dat nou nog niet gedaan? Doe het dan even, want je ziet, dat maakt ons echt heel blij. Ja, Luca wil graag spelen. We draaien even. Hey Luca! Ja, help, wips. Anyways, waar gaan we deze week over hebben? We hebben hier dus in de ronde gereden. Heel leuk. Bad Dürkheim zijn we geweest. Dat was een toevallig kermis. Dus kermis in Duitsland betekent wijn. Toch lekker aan de wijn. En toen via een hele mooie route binnendoor naar Frankenstein. Waar inderdaad het slot Frankenstein staat. En vervolgens... Neustadt aan de Weinstraße. Ik vind het een mooie naam voor een plaats. Neustadt aan de Weinstraße. Nou, Luca is het er niet mee eens. Die wil echt heel graag spelen met zijn balletje. Maar en jongens, ook super bedankt voor degene die de playlist van al onze muziek onder deze video's hebben aangeschaft. Super bedankt voor jullie bijdrage en leuk dat jullie ook nu onze muziek luisteren. We kregen zelfs berichtjes van, we zijn op weg naar Italië en we zijn jullie playlist aan het luisteren. Ja, blijer kan je ons niet maken, dat is toch hartstikke leuk. Maar goed, wil jij ook die playlist? We zetten hieronder onder deze video nog even hoe je dat kan doen. En voor de rest, we gaan kijken. We gaan fietsen. Wij gaan fietsen. Pontje, we zijn niks meer. Nee, gewoon even kijken. Later!
Wat eten we vandaag? Spruitjes. Spruitjes. Met ballen gehakt. Oh, kan het Hollandser? Nee. We hebben toch wel spekjes bij, hè? Ik ben hier op te wachten. Heerlijk. En waar zijn de aardappeltjes? Oh, die heb je in de ogen gedaan. Ja. Schat, het ziet er echt lekker uit. Ja, voor mij smaakt het wel... Zullen we zien? Hey, hey allemaal. Hey, goedemorgen allemaal. Nou, is mooi. Ja. De hele nacht al bij elkaar, maar zeker. Het is toch weer buiten. En, waar zijn we hier? We zijn in Neustadt aan de... Aan de Wijnstraße. Morgen. Goedemorgen. De bakkerman. Wijnstraße. Ja, en in de vorige video hadden we het al voor een camperplek plek zat. Nou, dat is het hier niet. Plek niet zo. Het is heel druk. En we gaan even een rondje lopen. Ja. Maar nu zijn er al een paar weggereden voor ons. Maar we waren compleet ingebouwd. En het liep zo hoog op, de spanning gisteravond. De spanning was hoog. Dat er hier gewoon een fitting was, jongens. Gewoon een ordinaire schelpartij. Over een meter. Over een meter. Dus ja, dat was wel even bijzonder. Dat je gewoon bent. Dat je gaat ruzie maken over je plekje, ja, of je er wel of niet... Maar het ging allemaal weer goed. Ik moest even aan John Lennon denken. Hè? Imagine. Jongens, waar maak je je druk om? Maar goed, we gaan de camera omschakelen. En we gaan even naar de verzorging lopen. Ja. Vertellen we ondertussen wat de kosten zijn. Nou, dit is het. Kijk. En wij staan dus zo... Ja. Kijk, die mensen naast ons, die moeten er dus eigenlijk... Ja. Ja, is dan goed. Ja, die komen er wel uit. Nou, dus de kosten. Wat was het ook alweer? €6. Ja. €6. En er zijn wat plekken met stroom. Voor water betaal je natuurlijk apart. Je kan je vuil water lozen. En alles is verder weer prima geregeld. Nou, we gaan zo even de stad in. En dan gaan we even kijken... Hoe het hier is. Schijnt een heel leuk plekje te zijn. Ja, weet je wat belangrijk is? Vertel. De bakker. Oh ja, de bakker. En achter ons... Aldi. Zit, ja, dus de Aldi en de Lidl zitten ook vlakbij. Dus het is allemaal prima. Ik vind het altijd lekker met dit soort weer als het regent. Want vannacht heeft het weer behoorlijk geplenst. Dat je lekker op beton staat. En dat heeft te maken met Luca. Lekker interessant. Oh ja, daar de Lidl. Kijk, en de Aldi. Ach. Pizzeria, deundertentje. Ook nog. Nou, jongens. Nee, die hoef ik niet te hebben. Wat? Ja, is goed. De ranking. Zo, echt een haarbos van, een petje opzetten. Die of die? Ik kijk even naar je. 3 of 4? Nee, ik vind het geen 4. Nee, geen 4. Nee. Ah, en dat heeft te maken met de sfeer. Dus niet... Het is gewoon 2. Ja, het is... Maar weet je... Het is hartstikke leuk om de stad te bezoeken. Zo is het. Grappig. Ja. We gaan de stad in. Ja. Naar de markt. En we filmen natuurlijk voor jullie. Later. Ja. Doei. Soon you are my missing part. I know.
Peter in één keer een rotonde neemt. Ja, helemaal rond. Helemaal draaierig van. Ja, shit. En ik vraag me... Oh, ik zie het al. Daarom gaan we terug. Aziabok. Nee, niet van de Aziabok. Eug. Oh joh, we gaan campers kijken. Campers kijken. Oh. Je weet nooit. Oh, ze hebben ook Frankia's. Alles. Leuk hoor. Nou. Zo. Alles draait. Drie machines. Gewoon in de automaat. En die grote is ook voor ons. Weer. En als je dan de was hebt gedaan, gisteravond begon het ineens te regenen. Nou, kijk niet naar de... Maar kijk dan! Die staat er gewoon in. Kunnen jullie het zien, jongens? Staat gewoon in de garage. Fietsjes buiten. Ja, dit is dan de manier waarop wij doen, hè? Hoort een beetje bij het nomad leven. Oké, jongens. Camperplaats Lalenburg. Nou, vertelde het al in het begin van deze video dat we hier terecht zijn gekomen. Het is vlak bij Peters werk. Ik heb al eens een keer eerder hier gestaan toen Peter aan het werk was. 3 jaar geleden, ja? Denk ik? Ja, ja, ja. Twee jaar. Ik zet hem even af. Nou, het is echt een hele mooie camperplaats. Niet alleen vanwege de plekken, de faciliteiten zijn er natuurlijk ook. De verzorging is goed, containers, maar geen sanitair. Nou, dat is prima. Kijk. Dat weet ik niet. Maar wat maakt het nou zo leuk? Het ligt natuurlijk vlak bij Heidelberg. En je fietst eigenlijk langs de Neckar zo naar Heidelberg. Dat is ongeveer 12 kilometer, Peet? Precies 12. Precies 12. Een meter. Nou, helemaal goed. We filmen even de... Schwaberheimenhof. Ja, precies. Nou, de verzorging is helemaal goed. Nou, en ja, als je van deze camperplaats naar rechts fietst, dan kom je bij die bioboer uit, weet je nog? Hebben we daar groenten gekocht? Nou, wij staan zeg maar op het lagere gedeelte. En als je daar links gaat, dan kom je bij de Neckar uit. Kan je prachtig leuk wandelen met je hond. Vergeet nog iets. Wat dan? Exact hier. Oh, ik ga kijken. Kerkhof van 1423. Oh ja. Heel nou, is dat interessant? Oké, okay. Nou, Peter vindt het... Nou ja, je ze moet... Ze liggen er wel. Ze liggen er wel. Sorry. Nou, ik zie het er wel. Het is echt Peters humor. Ja. Maar goed, echt even kort samengevat. Wat kost die ook alweer? Jij had het over... 12 euro. Ik moet geen verkeerde fout maken. 12 euro per nacht. Ja, maar dan moet je wel... Per dag. Ja, precies. Maar de stroom is ook wel een dingetje. Een eurotje. Ja, dan moet je elke keer een eurotje in de auto maken. Zo, we er 3 in en wie voor 2 dagen. Ja, dat is ook zo. Dus... Knopje drukken. Maar had jij het nou over een Mercedes museum? Mercedes museum is er ook. Oké. Okay, nou. Die zijn ze gestart. Ja. Misschien hebben we die er al in zitten. Ik weet niet hoe ik het monteer, maar dat zien we dan wel. Dat zien we wel. We gaan even naar het museum, we gaan naar Lanenburg. Ja, want Lanenburg is ook echt heel leuk. Maar goed, waarschijnlijk hebben jullie dat al gezien. We gaan kijken. We gaan op pad. We gaan zien. De ranking? 4, 3, 4. De ranking is denk ik zo rond de 3-4, maar dat komt nog wel. Gaan we nog wat fijn zoeken? Nee, ik ga het gewoon zeggen. Ja, zeg het maar. Mag ik het zeggen? Ja, ik vind het helemaal leuk. Het is 4 dus. Lalenburg, zo'n leuk stadje. Ja, het is heel leuk. We gaan het laten zien. Ja. Doei. I don't like being on my own. I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void. But my
my bed is getting cold, 'cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore.
find.